Yo kijkers van Game Kriminalen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe episode van Prison Architect. En de vorige keer hebben we weer heel veel leuke reacties gekregen. Ik heb er twee weer uitgekozen als leukste reacties. Eentje van Sam van Winsme, van Winsen, Sam van Winsen. Nog meer, je bent super awesome. Nou, thanks, leuk om te horen. En Sjoerd van Tricht, die heeft gezegd, awesome serie. Ik zei hier van 100 afleveringen non-stop kunnen bekijken met jouw commentaar. Ga zo door. Nou, dat vind ik leuk om te horen. En ja, dus laat gewoon lekker weer je reactie achter. En dan ga ik die weer in de video editen. Als ik hem leuk genoeg vind. En ja, voor de oplettende kijker. Er is wat veranderd. Want ik dacht, nou, ik ga eerst even een beetje de orde op zaken stellen. Want het ging niet heel goed. Ik heb eerst voor gezorgd dat dit af was. En ik moet zorgen dat het hier schoongemaakt wordt trouwens. En ik heb hier dus allemaal sprinklers geplaatst. Dus als het in de brand vliegt, dat het dan automatisch gaat blussen als het ware. De gevangenis, deze solitary is nu helemaal af. Dit heb ik nog steeds niet weg kunnen krijgen helaas. En ik heb de office wat uitgebreid. Aangezien ik de accountant heb gekocht. De chief heb ik gekocht voor de gevangenen, voor de beveiliging. En de foreman, zodat ik meer mannetjes en hier deployment, dat kon ik trouwens al. Maar ik kan nu ook bijvoorbeeld de brandweer en de politie en zo bellen. Als het hier al misgaat. Maar wat ik nu wou doen was het maken van een nieuw gebouw. Want ik heb een, even denken hoor. Wat ik eerst ga doen. Ik ga hier al een pad maken met een soort showerruimte denk ik. Dus dan moet ik even een large jail door hebben. En dan doen we daar een soort pad. En dan moet ik weer eventjes de concrete tiles hebben, als ik het goed heb. Kijken of die het gaat plaatsen. Er komen trouwens ook weer nieuwe prisoners aan over een uur. Dus we moeten weer een beetje opschieten. De prisoners die hebben eten nodig. Even kijken hoor. Dat doe ik hier. Nee, dan moet ik even naar regime. Oh, ze moeten toch opstaan met eten. Want anders gaan ze zeuren. Dus ze kunnen nu gaan eten allemaal. Al weet ik nu niet waar ze zijn, eigenlijk. Waar zijn de gevangenen heen? Wat? Oh, daar zijn ze allemaal. Waar komen die vandaan dan? Vreemd. Ik denk dat ik eerst daar de ding weg moet halen ofzo. Oh, die wil ik niet, maar die wil ik wel. Kijk of ze het dan gaan doen. Want eigenlijk... Oh, ze zijn nu daarmee bezig eerst. Oké, dan snap ik het. Dan gaan we eerst een foundation even neerleggen voor een showerruimte. Daar komt het pad. 10 bij 15. Omdat ze daar nog misschien nog tussendoor kunnen lopen. Objects. Large jail door. En die doen we dan gewoon daar. En dat wordt nu inderdaad weggehaald. Dus nu kan ik nu de... Oh, objects de jail door erbij zetten. Zo. En er komen nieuwe prisoners aan. En dan moet ik even kijken. Ja, ik heb er nog ruimte voor. Jullie hebben misschien gezien dat dit is ook nieuw. Zo, ik heb een beetje last van mijn stem trouwens. Ik ben een beetje verkouden, dus het komt wat daarom. Ik heb hier al, even kijken, een accountant ingehuurd. En die kan bijhouden hoeveel je per dag verdient. Of als je verlies draait, hoe dat komt en hoe je dat beter kan maken. Oké, even kijken. Dit gaan ze nu maken. Top. Moet ik hem even doorspoelen? Nou, de deur wordt in ieder geval geplaatst. Dus dat wordt in ieder geval een gebouw. En daar komt nu ook een deur. Dus dat is in ieder geval goed. En zoals je ook had gezien, ik heb hier allemaal gras neergelegd. Gewoon om het even wat mooier, een beetje aangekleed te maken. Ik weet eigenlijk ook niet, ik vond het er wel mooi uitzien. Nou, dat is wel prima. En, nou, die gaan nu een cel in, maar die mogen er gelijk weer uit, omdat het etenstijd is. Oké, dit is nu de shower room.
Dus dan moeten we even een tegels neerleggen hier dan. Even kijken hoor. Zo doen we denk ik. Zo, dan zo een ingang. En dan moeten we ervoor zorgen dat wij... Moet ik heel even kijken waar die staat. Drains hebben. Die doe ik gewoon in het middenpad. Alhoewel dat ziet er best stom uit, hè. En dan moet ik wel die tiles weer terugplaatsen. Materials. Ik denk dat twee drains aan die kant wel op zich wel eigenlijk wel genoeg is. Aangezien die toch... Zo, de deur gaat open. En daar ben ik achter gekomen. Ik kan met de rechtermuisklik kan je ervoor zorgen dat de deuren open gaan. Dus ik kan nu die deuren hier ook open doen. En dan kunnen zij er allemaal uit. En dan kunnen ze gaan douchen. Maar dat is natuurlijk nog niet klaar. Want daar zijn we nu mee bezig. Dan moet ik even kijken. Showerheads moeten we nu doen. Nou, dat kan je eigenlijk wel helemaal vol plaatsen. En dan heb je gelijk een hele grote doucheruimte. In één keer klaar. Dan moet ik alleen zorgen dat er zometeen... Oh, die hoek kan natuurlijk niet. Die hoek kan natuurlijk ook niet. Oh, er gaat iemand vechten. Oh, nou, er is een guard bij. Maar ik hoop dat het goed gaat. Ik bouw eerst even dit af. Oh, dit gaat helemaal niet goed komen. Die willen eerst zorgen dat iedereen weggaat een beetje. Maar ik heb vier guards, dus ik denk wel dat het goed komt. En wat ik zo meteen trouwens ook nog moet plaatsen is een ziekenhuisje. En het geluid staat trouwens wel een beetje hard, volgens mij. Apply. Oké. Want anders horen jullie het ook op mijn microfoon, dan hoor je het geluid dubbel. Ja, en dat is best vervelend als je het geluid dubbel hoort. Oh ja, dat kan ook nog. Daar kwam ik ook achter. Met E en Q kan je ook in- en uitzoomen. Voor de mensen die het spel ook hebben. Maar we gaan nu eerst de utilities aanleggen. Even kijken hoor. Nou, dan gaan we het gewoon even zo doen. Even kijken of het allemaal werkt zo. Lijkt me eigenlijk wel. Electrical cable, die loopt ook nog hier. Dus die laten we er gewoon naast lopen. Je zou haast denken dat het wel goed moet gaan. Ik hoop het eigenlijk wel. Daar, dat gaan ze nu allemaal plaatsen, hoop ik. Waarom hebben ze... Oh, ze hebben water nodig voor de sprinkler systeem. Maar die hebben ze toch? Of kan het waterding het niet aan? Lijkt me eigenlijk wel, toch? Moet ik even kijken. Oh, niet bij die. Bij utilities. Loopt... Oh, hij is daar niet geconnect. Dat moeten we even regelen, want dan krijgen ze daar ook water. Ik dacht al, hoe kan dat nou, joh? Dat ze daar... Oh, ik heb hier nog helemaal geen... fancy tiles op de grond gelegd. Dus dat moeten we natuurlijk wel even doen. Zo, en ze zijn weer aan het vechten. Escaping. Waar gaat hij heen? Hij kan toch helemaal niet escapen. Het is allemaal dicht. Maar er zijn heel veel mensen met complaints. En dat komt denk ik vooral om het feit... Wow, moet kijken hoeveel mensen er dingen hebben. Om het feit dat ik nog niet mijn gevangenis af heb. En dat ze dus nog niet naar buiten kunnen. En nog niet hun rooster helemaal goed hebben. En dat kan ik trouwens ook hier zien. Niets. Oh, dan moet ik een... Hoe heet het hebben? Kan ik die ook kopen? Ja, die kan ik al kopen. Nou, dan doen we die in dat office. Die office. En dan kunnen we hier zien wat ze nodig hebben. Oké, hygiëne. Daar ben ik nu mee bezig. En een yard die gaan we hierna bouwen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En hoe kan hij daar nou al zijn? Search prisoner. Hoe kunnen we hem terugpakken? Hij moet terug. Maximum security op hem. Sowieso. Hij is gewoon ontsnapt. In ieder geval, hij staat buiten de muren. Hoe kan dat, ja?
Hoe kan dat? Je krijgt ook een boete als je dus als er een gevangene buiten de muur is. 10.000 euro of zo. Oh, hij is injured. Oh, hij zit in de boeien. Nou, dan kan hij niet ontsnappen. Dan mogen we hem daar lekker laten staan, volgens mij. Nou, gaan ze die dingen nu plaatsen? Ja, nu gaan ze alle kabels en dingen plaatsen. Dus dat is mooi. Zodat we daar stroom hebben en water hebben zometeen. Hier hebben we zometeen ook water nodig. Dus dat kan ik inmiddels ook eigenlijk wel aan gaan leggen. En het water stroomt nog niet helemaal hier naartoe, of wel? Daar moeten ze volgens mij gewoon water hebben. En hier hebben ze het nog niet, omdat ik die pipes nog niet heb liggen. Oké. En daar komen er zometeen de pipes aan. Die het water brengen. Want hier moet er nog eentje zometeen komen. En dan heb ik dat in ieder geval af. En dan ga ik er nu voor zorgen dat ik een plek heb waar de dokter als het ware in kan. Ik ga eerst even kijken. Deployment. Bureaucracy. Wat moet ik doen? Oh, hij is niks aan het onderzoeken. Oké, nou dat is niet echt iets. Oké, dan doe ik dat wel. Oh, die doe ik ook. Die doe ik ook. En dan gaat hij er eventjes een paar onderzoeken. En de wind gaat weer naar beneden, want waar zijn we geld aan kwijt? Oké, nou ja, dat is wel gewoon logisch. En die mensen moeten naar binnen. En ik moet trouwens ook nog even iemand hebben die het schoonmaakt. Janitor. Dan moet ik cleaning hebben. Waar staat die? Cleaning. Oh, die staat daar. Nou, die moet ik sowieso hebben. Maar ja, dan wacht ik dan wel eventjes op. Want hier ligt bloed en daar ligt bloed en daar ligt bloed. Overal ligt bloed. En er komen 28 gevangenen aan. En ik denk niet dat ik dat ga redden. Dus dat kan ik volgens mij ook aanpassen. Hier, prisoners. Dan doen we die even dicht. Want anders gaat het mis. Want ik moet weer nieuwe cellen gaan maken. Maar dat doe ik liever als de gevangenis wat beter voor elkaar is. Dus dat we ook een ruimte hebben voor een yard. Wat ik trouwens denk ik nu ga maken. Even kijken. Zal ik gewoon fans doen? Ik denk het wel. Dan maken we hier een soort yard. Best groot ga ik hem doen, denk ik. Ik weet niet precies. Zo, inderdaad. Met een object, een large jail door erin. Volgens mij kan dat gewoon. Ik hoop dat dat kan. Niet dat ik hem weer eerst weg moet halen. En ze hebben daar een fork of zo gevonden. En ze willen er weer uit. En dat gaat nu doen. Dus we gaan nu naar het yard. Oh, ik ga eerst daar shower van maken. Zo. Dat is nu de shower. En daar kunnen ze gewoon naar binnen lopen. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dan leggen we hier weer die neer. Concrete tiles. Die... Hoezo kunnen we die niet? Kunnen we die alleen... Oh, hij staat nog op fancy tiles. Dat verklaart veel. Want die kan je alleen binnen aanleggen. En... Volgens mij kan ik rooms, yard, zal ergens hieronder staan. Oh, die staat daar. Secure behind at least one door. Oké, volgens mij is dat wel goed eigenlijk, want we hebben een deur. Of moet die nog geplaatst worden? Nee toch, er zit daar gewoon een deur. Oh ja, kijk dan, bukt die weer, denk ik. Oh, ze gaan ontsnappen. Shit. Oh, dat, huh? Hoe kunnen ze daar komen? Oh, ze gaan douchen. Shit. Oh, dat is helemaal niet goed. Hoe gaan we dit oplossen? Oh shit, dit gaat helemaal fout. Maximum search prisoner. Nou, kijken, gaat hij wegkomen?
Waar zijn mijn guards? Uh-oh. En hij is weg. Nee, heb ik nou een boete? Volgens mij heb ik een boete gekregen, of niet? Oh, hij is gewoon weg. Nou, ik heb een hele goede gevangenis, zoals jullie zien. Volgens mij is hij ontsnapt. Nee, ik moet materials... Nee, dat is me ook niet. Even kijken hoe ik hem weg ga krijgen, hoor. Job in progress, oké. Okay. Maar dan moeten ze natuurlijk wel gaan doen, hè. Oh, hey, nu gaat hij iets doen, maar ik weet niet wat, maar... Hij is iets aan het maken. Oh, kijk, hij is weg. Oké, okay, materials, fence, en dan maken we hem eerst even helemaal dicht. En dat kan hij denk ik wel doen. En dan kunnen we een deur even niet op het hoekje plaatsen. Dus dan bijvoorbeeld daar. Als we daar dan de deur plaatsen, kijken of dat dan wel goed gaat. Zijn ze nou aan het douchen? Het is free time en dan gaan ineens alle douches aan, denk ik. In ieder geval zij gaan douchen en ze kunnen daar ook tussenuit. Fans. Want anders kunnen ze er daar uit en dat willen we natuurlijk ook niet. En dat gaan ze denk ik ook nu doen. Ze moeten er wel in kunnen. In de yard. En daar moet ik nu alleen nog dingetjes gaan plaatsen. En dat is nu ook dichtgemaakt. Oké. Okay. Objects. Want ze kunnen trainen in de yard. Met zo'n... Die kunnen ze... kunnen ze trainen. Nou ja, in ieder geval, ze hebben er nu een paar. En volgens mij kunnen ze niet zo heel veel anders nog daar. Dus ik ga eerst even zorgen dat we die bomen allemaal wegkrijgen. Dat het hier een beetje open is. Voor de guards ook om te checken wat er allemaal gebeurt. Dus ik ga eerst zorgen dat die bomen nu... Het zijn er pittig veel. Zo. En ik had nog een vraag aan jullie, die in, trouwens denk ik ook in het beeld staat. Willen jullie dat ik episode 5 een special maak? Dus die ik dan... cell object. Die ik dan extra lang maak. Zodat jullie in één keer heel veel kunnen kijken. Want dat was mijn plan. En... Oh, dan moet die wel open gaan. Materials, concrete tiles. En dan plaatsen we er weer 2 bij. En eigenlijk gaat het best goed tot nu toe. Ik zal eens even kijken hoe het met bureaucracy gaat. Hij heeft al een paar dingetjes. Cleaning heeft hij al. Oké, okay, dus dan moet ik even een janitor. Ik moet er echt een paar hebben, want anders wordt het hier echt te smeren. En yard time kan ik nog wel iets langer maken. Gewoon omdat ik nu nog niet zo heel veel andere dingen heb voor hun om te doen. Needs. Exercise, hygiene zijn nu al helemaal naar beneden. Recreation gaat zometeen ook naar beneden, denk ik. En dan family. Ja, dan moet ik een visitorruimte gaan maken. Maar zoals ik al zei, ga ik eerst een plek maken voor de foundation moet ik hebben. Voor de, waar de dokter kan. Dus we gaan deze episode een heleboel nieuwe dingen erbij bouwen. En ik zie dat ze er nu alsnog hier al tussenuit kunnen. En dat willen we natuurlijk niet. Contraband kunnen we nu kijken van waar wat gesmokkeld is en zo. Oh, er is nog helemaal... Oh jawel, er is wel wat dingen gesmokkeld. Oh, hij gaat 7. En, nou, hier kunnen we dus zien wie wat gesmokkeld heeft, wanneer, waar vandaan het komt. En dat is eigenlijk wel handig om te weten. Dit gebouw krijg ik niet weg, dit gebouw krijg ik niet weg. Dus ja, dat is een beetje balen, want het ziet er een beetje lelijk uit. Maar we maken nog maar heel weinig winst. Dus we moeten binnenkort ook een gebouw gaan maken voor laundry bijvoorbeeld en een workshop. Zodat... deployment gaat hij al doen, toch? Oh nee, ik moet niet deployment hebben, ik moet prison labor hebben. En dan kunnen we ook geld gaan verdienen door dingen te creëren. Maar zoals ik net al zei, in het beeld staat hij ook. Laat in de comments even achter van of jij wil dat ik episode 5 een special doe. Ik denk wel dat jullie dat willen.
En dan ga ik hier eventjes gras neerleggen, zodat het voor hun ook wat mooier uitziet. En ik denk dat zij dan al die dingen wel op gaan ruimen die er nu liggen. Dan ga ik nog even kijken of ik hun rooster nog een beetje kan veranderen. Regime, ja. Wat hebben we allemaal? Free time work kan ik dus nog niet doen. Dit kost allemaal geld als ik dat verander. Dus daar wacht ik nog even mee. Sleep vanaf 10 uur misschien. Dat dat beter is. Nu kunnen ze gaan eten. En ik wil binnenkort ook, wat ik ook best belangrijk vind eigenlijk, is deze CCTV. Dus dat moet ik denk ik ook hier weer doen. Ja, want dan kan ik overal camera's gaan plaatsen. En ik ga nu dus uiteindelijk toch nog wel beginnen aan de plek voor de dokter. 12 bij 12 vind ik best mooi. Ik denk dat het wel groot genoeg is. Even kijken, zo. En dan zorgen we ook gelijk nu dit keer dat het allemaal dicht is. Met fence, die staat hier. Want anders kunnen ze alsnog makkelijk weer ontsnappen. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Objects, large deal door, die gaat er weer daarin. Ik denk dat dat dan weer goed moet komen. Dan gaan we daar een plek... Oh, wat hebben ze nodig? Secure behind at least one door. Oh, waarom is... Hoe kan hij daar... Oh, dit gaat fout. Hoe kan daar nou ineens een fence weg zijn? Het is dat er nu niemand is. Maar het is natuurlijk niet heel handig om daar een fence weg te laten. Maar ja, ik moet daar trouwens, zie ik nu dat ik daar ook nog helemaal geen... niks op de grond heb liggen. En dat moet ik natuurlijk wel even doen, want ja, het moet een mooie werkomgeving zijn voor hun. Ze werken al in de gevangenis, dus dat is al balen. Natuurlijk, want dat lijkt me geen leuke baan, maar... moet ik het wel even een beetje mooi maken hier. Zo. Nou, ik denk dat het wel gaat lukken zo. Kijken of ze die fans hebben ze teruggeplaatst toch, of niet? Of hebben ze die nog niet teruggeplaatst? Waarom... zit hier toch gewoon een deur, of niet? Maar ja, ik weet het niet. Hoe dat kan. Oh, zitten ze nou allemaal weer hier? Het is al langs slaaptijd, maar niemand deed die deur gewoon voor ze open. Requires entrance. Oh ja, die ga ik inderdaad doen. Objects. Niet een verdenker hoor. Nou, ik doe eigenlijk overal een large deal door in, want dan kunnen er meerdere mensen... heel veel mensen tegelijk in en uit. Oh, er is iets. Er is een spoon ergens gestolen. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Oh, kijk, ze zijn hier nu hout aan het plaatsen. Dat ziet er wel beter uit voor hun. En wat is hier aan de hand? Dump, oké, top. Ik denk dat ze dat zo meteen wel gaan doen. En kan ik dit eigenlijk nou al doen of niet? Deployment guards. Kan ik ook guards patrol doen? Oh nee. Moet ik bureaucracy weer gaan doen. Jobs. Oh ja, dat kan ik dus nog niet. Medium. Is dat? Dat daar kunnen nu dus alleen medium komen. Voor de mensen die het willen weten. Hier kan je dat allemaal kiezen. En dan kan ik binnenkort ook hier guard patrol. Dan kan ik een pad doen waar een guard dan overheen moet gaan. En we gaan hier eventjes even kijken waar staat die infirmary. Dus dat is een zieke boeg. Oh, dan moet ik even die deur voor hem open doen. Medical bed is eigenlijk alles wat je hier nodig hebt. Dus dan moet ik even kijken waar die staat. Bij de M natuurlijk. Van, ja, hier. De M van medical bed. Even kijken hoe ik die plaats. Ah, ik zorg er wel voor dat er genoeg zijn. Nou, ik denk dat het zo wel moeten redden. Dan moet ik er natuurlijk wel een dokter bij hebben. Oké, en voor de dokters natuurlijk iets om een beetje te chillen of zo. Even kijken. Of een office desk gewoon. Nee, dat ziet er niet echt mooi uit. Even kijken hoor. Een bank of zo. Waar staat een bank?
Helemaal in het begin zal die ergens moeten... Nee, dat is een... Even kijken, ik zit... Waar staat het nou? Ik kijk er denk ik steeds overheen. Hier, white sofa. Ja, dat wou ik hebben. Zo. Nou, dan ziet dat er op zich wel prima uit, denk ik. Maar ze moeten natuurlijk wel stroom hebben daar. Zodat ze daar ook licht hebben. Electric cable. Ik denk dat ik hem het best van daar door kan trekken. Daar naartoe. Oh, hebben ze daar ook geen stroom? Maar volgens mij moet dat gewoon werken. Oh, ze hebben daar wel stroom. Nou ja, dan leggen ze maar wat meer kabels neer. Ik denk niet dat ze dat heel erg vinden. En nu worden de zieke boeg, die wordt hier al naartoe gebracht. En ik moet die deur even voor ze opengooien. En wat ik ook even moet plaatsen, bedacht ik me net, waren lampen buiten. Kan ik die gewoon zo plaatsen? Lijkt mij wel. Zodat we hier ook een beetje verlichting krijgen, want het is zo donker er... Donker hier. En op de guard. Op de guard, zeg ik nou guard. Ik bedoel yard. Ook wat licht hebben. En in de kantine hebben we volgens mij gewoon licht. Daar is het licht genoeg. En daar worden nu alle lichten geplaatst. Nou, ik denk dat het, dat is. Die job is klaar met alles op de grond leggen. Ja, oké. Okay. Dat gebouw is nog een beetje nutteloos dat het daar staat. Inderdaad. Zo. En er zijn nu heel veel zieke. En die moeten nu hierheen. En ik heb al heel weinig geld. En hoe komt dat? Kan ik dat hier finance? Kan ik dat hier ergens zien? Ik heb ergens heel veel kwijt geld aan kwijtgeraakt. Contraband, regime, policy. Oh, hier. Oeh, er heeft iemand iemand ontsnapt. Dus dat heeft me 120.000. Ik dacht al, ik moet ergens het geld vandaan zien te krijgen. Dus, ja. Nou ja. Ik had al verwacht dat er zoiets ging gebeuren. Dus nou, ik weet de titel voor dit filmpje inmiddels wel. Ontsnapping. Deze is toch gewoon klaar? Wat staat Dina nou te doen? Dat snap ik niet. Waarom is... Daarom, het is nog een alpha... Alpha 16 is het inmiddels wel. En de... Dus alpha 6, zeg ik nog 6? Nee, 16. Alpha 16. Dus, oh, die moet ik even open doen voor ze. Dus er zullen al een heleboel bugs uit zijn gehaald. Maar er zitten er nog steeds een paar in. En dat merk ik op het moment. Even bij niet kijken. Hygiene, dat krijg je zometeen volgens mij gewoon tijd voor om te douchen, toch? Regime. Oh, misschien moeten ze hier ook... dan moet ze eerst gaan douchen. Shower. En dan ietsje langer eten. Ik heb toch eten geselecteerd. Oké, en dan naar de yard, denk ik. Klein beetje free time. Nou ja, dat is voor nu even hun dag. Want we hebben nog geen... hoe wou ik het even noemen? Even eens kijken, wat moet ik nou voor hun nog maken? Een workshop om te werken, die hebben ze nog niet. Dus die moeten we nog gaan maken. Common room. Nee, die moet ik niet hebben. Ja, die moet ik ook hebben binnenkort. Maar staff room moet ik hebben. 4x4 minimaal. Oké, dus dan kan ik die wel ergens tussen stoppen. En dit is geen 4x4 volgens mij. Misschien had ik het misschien... Nee, ik weet niet. Ik kan daar geen deur meer in doen volgens mij. Dus ze zijn nu allemaal aan het douchen. In het donker, want... Ik snap, als ze aan het douchen zijn, dan zien we ze niet. En nu zien we ze ineens wel, omdat ze aan het vechten zijn. En ze zijn allemaal douchekoppen beschadigd en zo. En ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. Maar ze doen het dus, op een of andere manier. In plaats van dat ze gewoon die douchekoppen gewoon heel laten. Oh, die deur moet open. Maar we hebben deze aflevering in ieder geval veel gedaan. Het is een best lange aflevering ook. We hebben een yard gemaakt die nog niet helemaal goed is. Omdat er blijkbaar niet een deur... Of die moet weg. Die moet weg, want...
Dan kan de fence geplaatst worden, die er nu denk ik niet staat. Oh nee, daar is een fence weg, inderdaad. Materials. Fence. Daar staat er nog geen. En dan is de yard denk ik ook wel gefixt. Dan wordt het allemaal wel best mooier. De offices zijn nu bijna klaar. De gevangenissen en de solitary zijn ook klaar. Moet meer cellen bij. Dit is ook bijna klaar, maar de utilities zijn nog niet helemaal aangelegd, zie ik nu. En die gaan ze nu denk ik doen. Ja, dat zeggen ze nu allemaal neer. Maar dat hadden ze binnen neergelegd, want dat moesten ze buiten aanleggen. Dus dat is niet heel handig. En dan moet die weer, daar naar binnen. En extra neerleggen. Oké. Okay. Oh shit, ik zit in de min. Dus het wordt inderdaad tijd voor ons om... Even kijken hoor. Oké. Om geld te gaan verdienen door een workshop te gaan maken. Maar de showers zien er ook niet uit. En ik vraag me nu wel een beetje af waar nou eigenlijk mijn janitors zijn. Oh, die zijn nu alle cellen aan het schoonmaken. Kan ik die... Oh, kan ik hem... Daar naartoe... Oh, wat is er aan de hand? Kan die... Oep. Oh, dat hek was nog niet dicht. Meen je dat? Oh nee, dan maak ik weer 120.000 euro kwijt. Oh, dat hek... Oh my god. Wat een slechte beveiliging hebben wij hier. Dat komt omdat die hier natuurlijk nog niet af was. En ik denk dat hij dat nu gaat doen. Of hij gaat... Oh nee, hij gaat nu die fences plaatsen. Maar waarschijnlijk als die geplaatst is, is de yard ook gewoon goed. Ook niet. Nou ja, ik ben er... Ik weet het soms... dan moet ik denk ik zoiets doen of zo. En dan moet het goed zijn of zo. Gaat hij dat nu doen of zo? Even kijken. Ik vind het een beetje vaag wat ze steeds aan het doen zijn. Oh, nu wordt hij gewoon daar geplaatst ineens. Nou, nu is de yard klaar. Helemaal mooi. Alleen nu kunnen zij er niet meer uit. Dus dan moet ik hem weer bevrijden door... Oh, moet ik bij deze denk ik. Ja, en dan kunnen ze hem weghalen. Dan kunnen ze er zelf uit. En ik moet even die deur pakken. Ja, kan dat zo? Ja, dat gaat lukken. Oké, de yard is nu weer klaar voor hun. Dus nu kunnen zij er weer op. Nou, de spanning die neemt alweer een beetje af. En nou ja, we hebben veel gedaan dus. En ik hoop dat jullie dit leuke aflevering vonden. Laat een comment achter en zeg maar of jullie willen dat episode 5 een special wordt. Waarin ik bijvoorbeeld of extra lang doorga of een webcam of iets doe. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe gasrol. Ik ben Maxime van het kanaal Bomber Games. En ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe gasrol. Later!